Nederlands Zangcontest. Kinderen met een beperking hebben ook recht op sporten. En Nelson Mandela, ook in Suriname. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Onze eigen Sranamang, Brian Bijlout, heeft 1 miljoen euro gewonnen. Ja, hij is de winnaar geworden van het Nederlands Zangcontest, de winnaar is. En daar mogen we met z'n allen heel trots op zijn. Gotta take a little time. A little time to think things over. Met dit lied schitterde hij op de Nederlandse televisie. Geweldig, hè? En dat vonden de juryleden ook, want Brian heeft het zangcontest, de winnaar is, met 101 tegen 0 stemmen gewonnen. We zijn nu thuis bij Brian Bijlout, zijn vader. Zijn vader is ook heel trots op hem, dus we gaan ook even vragen hoe hij zich voelt. Dag meneer Bijlout, gefeliciteerd met uw zoon. Dankjewel. Ja, ik voel me geëerd, ik voel me lekker. Ik was vanmorgen nog op straat en het is allemaal plagerijtjes die ik op me kreeg van... Je jong is rijk, et cetera, et cetera. Maar ik weet dat zijn grapjes. En om na te gaan, hè, dat Brian toen hij jong was, ik hem had verboden om te zingen. Ja, ik zei, mi dat no one see you, nooit meer op het podium. Ja, want hij had deelgenomen aan een contest en dergelijke. Maar ik gaf de voorkeur aan... school, hè. Brian moet dus gewoon doorgaan en hij gaat doorgaan. Hij heeft een platencontract. Oké, dus dan gaat hij nou platen maken en hij kan zeer hoog gaan als ik zo naar hem luister. Ja. Problema bele, you be kanapu, let na mi say. Mama, you give me libi, you sorgum mi, temi kombigi. Me wade you moro, lek fang kronki kantari. Mama, me want kiss you, Allah, say you abi. Mama, you gave me libi, I use sorghumi, temi kombigi. En we zijn ook op de Maria Hartman School. Hier heeft Brian als kleine jongen gezeten. Kom, laten we gaan kijken wat de kinderen weten over hem. Hij is een bekende zinger in Suriname. En elke moederdag gaat hij bij Sungi. En daar gaat hij liederen zingen voor die moeder. Hij is een goede artiest, hij kan goed zingen. Hij heeft gisteren 1 miljoen US euro gewonnen in Nederland. Iedereen weet dus iets over Brian. Maar persoonlijk kennen deze kinderen hem niet. Toch weten ze goed wat hij met het geld zou kunnen doen. Met het geld dan kan hij ook bijvoorbeeld kinderen te huizen helpen of zo. Ja. Hij zou een deel van zijn geld aan kinderen te huizen kunnen afstaan. Ja, en vooral hoe hij op deze school zat, kan hij deze school ook steunen. Ik vind het geweldig, vooral hoe hij al heeft gezegd dat hij 50.000 euro aan een kinderthuis gaat geven en nog een andere 50 aan een andere kinderthuis. Hartelijk gefeliciteerd, meneer Brian Bijlout. Dankjewel allemaal. Hoe voelt u hoe hij heeft gewonnen en wat gaat u met het geld doen? Wat ik met het geld ga doen? Ja. Om te beginnen, ik voel me fantastisch. En ik bedoel, kijk, het geld is stuk, maar het gaat meer, het
carrière. En gaat u misschien alle 50 euro voor de Maria Hartman School overlaten? Nou, ik heb beloofd goede doelen te steunen. Dus misschien valt de Maria Hartman School er ook onder. Ik hoop het. Dankjewel en de groeten Maria Hartman School. En ik kom een keer langs. Oké, doei! Zo zie je dan dat als je zangtalent hebt of welk talent dan ook en je hard blijft oefenen, niets onmogelijk is. Brian weet in ieder geval wat hij met zijn geld gaat doen. Een deel gaat hij gebruiken voor goede doelen en met de rest gaat hij zichzelf verwennen. En nog één keer namens alle Surinamers, hartelijk gefeliciteerd Brian. Sporten is behalve gezond vaak ook heel erg leuk om te doen. Helaas is er voor kinderen met een beperking niet altijd even gemakkelijk om regelmatig aan sport te doen. Speciaal voor deze kinderen was er vandaag in het Frank Ezzet Stadion een special sportevent. Daarvan hou ik wel, om te rennen. Het is goed voor je lichaam, voeten zijn vrij. Je kan met je voeten bewegen, je handen. Ja, om te bewegen voor je lichaam is ook goed, om zweet weg te halen. Maar ik hou wel niet van gymmen. Ik hou ervan als ik mijn lichaam veel beweeg en rennen of misschien. Ja, maakt niet uit voetballen. Ik vind voetbal ook mooier. Deze dag hebben we georganiseerd omdat we het heel leuk vinden dat deze kinderen ook de kans krijgen om te kunnen sporten. Want de kans om lekker te sporten, dat krijgen kinderen met een beperking niet altijd. Kinderen met een beperking hebben meer begeleiding nodig dan normale kinderen, zeg maar zonder beperking. Dus als je hier ziet, we doen 1 docent op 10 leerlingen. Bij normaal onderwijs is het 1 docent op 25 leerlingen. Dus ze hebben extra begeleiding nodig en extra, je moet ze meer aansturen. Zie je voor de kinderen niet dan de kans om mee te doen aan sporten. Dus ik vond het echt leuk dat ze ons hebben uitgenodigd voor atletiek of voor rennen, maakt niet uit wat het is. Maar ik vond het wel leuk, ik ben trots op die mensen. Ik hoop dat ze het nog een keer organiseren. Vandaag was het pas het eerste sportevenement voor kinderen met een beperking in 2012. Maar als we de organisatie mogen geloven, volgen er dit jaar nog 3. Voor velen is het een held, Nelson Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Met succes vocht hij tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Kunstenaar Erwin de Vries vindt dat iedereen wel wat van deze bijzondere man kan leren. Daarom maakt hij nu het eerste standbeeld van Nelson Mandela in Suriname. Nou, dit moet een monument voor Nelson Mandela worden. Jullie weten dat een grote vrijheidsstrijder was in de wereld, in Zuid-Afrika. Hij heeft, geloof ik, 27 jaar opgesloten gezeten in de gevangenis. Maar het was zo'n sterke figuur, die is er nog heel sterk uitgekomen en is nog president geworden van Zuid-Afrika. Nelson Mandela is een man, hij was opgesloten in gevangenis. Hij was een strijder tegen discriminatie. Hij kwam op voor de mensen die gediscrimineerd werden. Dit is hem, Nelson Mandela. Hij is geboren in de periode dat zwarte en blanke mensen in Zuid-Afrika apart van elkaar moesten leven. De zwarte bevolking had toen veel minder rechten dan hun blanke landgenoten. Daar wilde Nelson Mandela verandering in brengen. De regering die toen aan de macht was, wilde dat voorkomen door hem op te pakken en hem een levenslange gevangenisstraf te geven. 27 jaar lang zat hij vast. Maar hij bleef vechten tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Uiteindelijk is hij zelfs president van Zuid-Afrika geworden. We zijn in Suriname vaak nog zo als een schildpad, hè? Alles gaat zo traag hier. En we moeten harder werken, we moeten het land opbouwen met z'n allen. En dat is een voorbeeldfiguur daarvoor. Het is een man met een grote naam, internationaal. En dat werkt inspirerend voor het land. En daarom moet hij hier komen. Freedom is coming tomorrow.
Het is nu dus van klei en uiteindelijk moet het beeld in brons gegoten worden. Brons is dus koperen, dat ze dus gestolen worden. En dus moet men zorgen dat het beter bevestigd wordt en ja, bewaakt misschien. Erwin heeft nog tot eind juli om het beeld af te krijgen. Het is de bedoeling dat het ergens in Paramaribo onthuld zal worden. Op de 18e van deze maand wordt Nelson Mandela namelijk 93 jaar. En dat was het weer voor deze uitzending. We zijn er maandag weer. Prettig weekend.